Diabetesdag. Big Macs eten voor het goede doel. En 9 baby's geboren op 11-11-11. Hey, fijn dat je weer kijkt naar jouw 10 minuten jeugdjournaal. Het is vandaag Werelddiabetesdag. Dat wil zeggen dat er vandaag over de hele wereld extra aandacht wordt besteed aan deze suikerziekte en de gevolgen ervan. Afgelopen week waren er speciale activiteiten rond deze dag. Bij Apotheek Soma kon je gratis een check-up laten doen en daar heeft Zert geen gras over laten groeien. Hoe heet je? Zert. Oké, ga je even prikken. Dan ga je cholesterol meten. Ja? Dat is je vetgehalte. Ik was wel een keertje bang om te prikken. Want er is een snel soort van prikding dat snel gaat en voel je het niet. Maar als je toen het is deze mevrouw, dan gaat het zo slow. Dan gaat het, en dan gaat het nog binnen in je ding blijven. Dus dan was ik wel bang. En deed het pijn? Ja, het deed wel pijn. Maar je hoeft niet bang ervoor te zijn hoor. Ook Kim wilde graag weten hoe het met haar gezondheid staat. Ja, staat wel. Ja, keurig. We gaan je gewicht, je vetpercentage, je spierpercentage. Eens kijken hoe dat ervoor staat. Ik ben mijn suiker gaan meten. Kijken hoeveel vet ik heb binnen. En mijn gewicht. En voor alles staat ik heel prima. Dat is goed nieuws voor Kim. Want wereldwijd lijden meer dan 300 miljoen mensen aan diabetes mellitus. En in Suriname wordt er geschat dat er 50.000 mensen lijden aan suikerziekte. En dit aantal lijkt alleen maar toe te nemen. En dat is dus een van de zorgwekkende ontwikkelingen. Want als je natuurlijk naar de scholen kijkt, dan zijn er heel wat kinderen die overgewicht hebben, niet goed eten, al heel vroeg beginnen met een flesje cola of een vette hap, bami of barra gaan eten. Het liefst wil je dus dat ze gewoon gezonde dingen als fruit en gewoon een broodje pindakaas eten. En daarom is het verstandig om je ook op jonge leeftijd al te laten checken. Omdat het vandaag diabetesdag is en ik wil kijken of ik gezond ben. Als je niet weet hoeveel je suiker is, hoeveel je vet is, dan ga ik net als die dikke mensen worden op tv en internet. Dan kan ik niet meer lopen en dan kan je ook doodgaan, dus dat wil ik niet. Ik zie dat je de andere metingen ook al gedaan hebt, hè? Je bloedsuiker, je was nuchter zie ik, dus dat was goed. Je cholesterol was mooi laag, dus een net rapport. Gefeliciteerd, ja, alsjeblieft. Oké. Het zou mooi zijn als iedereen zo'n gezond rapport zou hebben als Kim. Maar helaas is dat niet zo. Diabetes mellitus of suikerziekte kan voorkomen worden door een gezond leven te leiden. Wanneer je iets eet, wordt het omgezet in suiker. Dit noemt men ook wel glucose. Normaal gesproken maakt je pancreas of alvleesklier het hormoon insuline aan. Dit zorgt ervoor dat je lichaam de nodige suikers opneemt. Je lichaam heeft suikers nodig voor energie. Bij mensen met diabetes maakt de alvleesklier niet genoeg insuline aan en kan het lichaam geen glucose opnemen. Je neemt dan te veel suikers op en te veel of te weinig glucose kan schadelijk zijn voor het lichaam. Als je het hebt, dan gaat er heel langzaam gaan er dingetjes kapot. Organen gaan kapot, bloedvaten gaan kapot. En we willen de mensen ervan bewust maken dat het een ziektebeeld is dat je dus waar je heel veel zelf aan kunt doen. Dus door gezond te leven, goed te eten, flink te bewegen. Maar dat gebeurt nog veel te weinig, ook bij jongeren. In mijn vrije tijd kan ik een beetje games spelen, een beetje slapen, tv kijken. Wat ik graag vind om lekker te eten is ijscream, brood, chocoladecake of een ijscream gaan eten bij McDonald's. In mijn vrije tijd ga ik slapen. Ik kijk naar tv, ik luister radio of soms ga ik mijn lessen maken. Ik hou van chips, chocola, alle lekkere dingen. Ik denk dat het zeker van belang is om de jeugd op te voeden, om gezond door het leven te gaan. En natuurlijk ook de ouders, want als de ouders zich daarvan bewust zijn dat ze hun kinderen goed moeten opvoeden, dus ook goed laten eten, dan zal het kind ook er bewuster van worden. En speciaal om jongeren en ouderen bewust te maken van de oorzaak en gevolgen van diabetes, was er afgelopen zaterdag een beurs. Ik heb gehoord dat het een beurs is om je informatie te geven hoe je een gezond leven moet leiden. En ik wil een gezond leven leiden, dus ik ben komen kijken. Ik vind dat het heel erg belangrijk is, want sommige mensen zijn
nog niet bewust dat diabetes je mensen kan doodmaken of dat diabetes kan leiden tot je dood. Als je gezond wil blijven, moet je veel in beweging zijn, dus door te zwemmen, dus te sporten. En je moet geen vettigheid eten, dus je mag wel een keertje vettigheid eten, maar niet al te vaak. Dus denk eraan, blijf sporten en eet gezond. Dit geldt voor iedereen met of zonder suikerziekte. En als je altijd gezond eet en voldoende beweegt, dan mag je best een keertje zondigen. Afgelopen weekend was het namelijk McHappy Day in McDonald's. En kon je dan een Big Mac kopen om het goede doel te ondersteunen. We zijn dus bezig op het ogenblik ook voor die hele mooie kamers die we hebben in het ziekenhuis, niet waar, om daar een handje mee te geven. En natuurlijk kan iedereen ons helpen met een handje. En dat zijn we ook mee bezig vandaag. Tijdens deze dag gaan we 2 SR51 cent voor alle opbrengsten van de Big Mac en de Big Mac Combo schenken aan het Oude Kamerproject. Het Oude Kamerproject houdt in dat we dus kamers bouwen in diverse ziekenhuizen. We hebben momenteel eentje. Het is een kamer voor ouders wiens kind dus in het ziekenhuis ligt. De ouders kunnen daar eenmaal 24 uur in het ziekenhuis blijven bij hun kind. Niet alleen bij de Hermitage Mall waren er activiteiten, maar ook bij de McDonald's van Spanhoek konden de kinderen genieten van Ronald McDonald. Ik was gewoon komen eten en dan zag ik Ronald McDonald dat hij een paar dingen gaat toveren. En dan roept hij me even om naar voren om iets om hem te helpen om iets te toveren. We gaan toveren. En een paar trucjes gedaan. Heeft een touw getoverd. Heeft doeken getoverd. Ik koop altijd patat. Altijd hamburger en patat. Sondi en toepies. Dat koop ik vaak. Ik vind het heel goed dat ze het doen, want misschien als ik ziek ben en dat mijn moeder daar met me kan blijven, als er iets met me gebeurt, dat ze me kan komen kijken wat er met me is gebeurd. Dat is goed, want als je in een ziekenhuis ook een keertje had, dat je ouders met je kan blijven. Voordat Ronald McDonald de McHappy Day afsluit, heeft hij voor alle kinderen nog een boodschap. Ik heb altijd gezegd, kindertjes, doe goed je best op school, wees altijd vrolijk en natuurlijk, als Ronald er is, dit. Een hele mooie lach op je gezicht, oké? Okay? Afgesproken? Dan zie ik jullie allemaal. I'm loving it. I'm loving it. McHappy Day 2011 is voorbij en doneren kan dus niet meer. Maar volgend jaar krijg je weer de kans voor het goede doel. Afgelopen vrijdag was het 11 november 2011. Op deze bijzondere datum zijn er verschillende baby's geboren. Maar in het academisch ziekenhuis was er wel een heel bijzonder kindje. Hallo, ik ben speciaal in het academisch ziekenhuis gekomen om een bezoekje te brengen aan een heel bijzonder kindje. Hij is op 11 november 2011 geboren om 11 over half 11. Kom je mee? Dit is hem dan. Dit babytje is zo jong dat hij nog geen naam heeft gekregen. Ik zou mijn broertje noemen als bijvoorbeeld Francis Velobi. Ik zou mijn broertje Rieveld noemen. Ik zou daar noemen Emily. Ik zou mijn broertje Ashisha noemen Elisha. Omdat ze op 11-11 geboren is en dat is een speciale dag. Zijn trotse vader en moeder zijn er nog niet helemaal over uit hoe dit kleine mannetje gaat heten. Een paar naampjes, dan gaan we het verklappen een beetje. Ik denk aan Hendrik Uriel. De kleine Hendriks moet nog wel een dagje in het ziekenhuis blijven. Morgen mag hij waarschijnlijk fijn mee naar huis. Kijk, leuk toch? In het academisch ziekenhuis zijn er op deze bijzondere dag 11-11-11 in totaal 9 baby's geboren. En dat was het weer voor deze uitzending.
We zijn er morgen weer. 10 minuten. Fijne avond.